En een volgende tip, een andere tip die ook met bewegingsontscheppen te maken heeft. Dus het feit dat je een foto neemt uit de hand en niet van op statief. Daardoor kan je bewegingsontscherpte krijgen in beeld. Ja, nog een tip, haal je lens op van je lens voor je de foto neemt. Bij spiegelreflex kun je dat bij aan je voor hebben, omdat het beeld door de zoeker is zwart als de dop erop zit, omdat het licht door je lens gaat. Wat in de zoeker terecht komt. Nu, de tip van vandaag was, hoe hou je je fototoestel best vast? Sta met je benen licht uiteen en gebruik je ene hand hier onderaan als ondersteuning. Die hand kan ook gebruikt worden om te focussen of je diafragma te wijzigen. En de andere hand, die hou je hier. En dan kun je de sluiter mee bedienen en de sluitertijd. En de, als je een manuele camera hebt, naar de volgende frame toe gaan. Vervolgens, heel belangrijk, uw ellebogen in uw zij houden. Als ondersteuning. Dus niet zo gaan proberen fotograferen, maar echt in uw zij houden. Kijken. Dus alles goed tegen uw lichaam aandrukken. Het kan ook helpen om uw lichaam, om uw adem sorry, in te houden. Of juist om uw adem te laten gaan en dan af te drukken. Dan moet je zelf een beetje mee spelen wat het beste is. En verder, denk aan die 1 gedeeld door de brandpuntsafstand als minimale sluitertijd. Maar dus met deze trucjes kun je daar nog onder gaan. Die 1 gedeeld door de brandpuntsafstand is een veilige marge. Dankjewel.